muzikant die de muziek uitvoert. Op vlak van tijdstructuur zien we bij ons veel regelmatige maatsoorten. Dus ja, bijvoorbeeld 1, 2, 1, 2 of 1, 2, 3, 1, 2, 3, ik zeg maar iets. Dus je hoort, daar zit een vast patroon in dat eigenlijk niet wijzigt. En dat heel duidelijk op te delen is in 2 of in 3 bijvoorbeeld. Terwijl in de Midden-Oosterse muziek gebruiken ze vaak onregelmatige maatsoorten. Dus dat wil zeggen dat die niet zo divisief samengesteld zijn. Dat is een beetje een moeilijk begrip misschien. Maar dus het wordt niet, de tijd wordt niet verdeeld in een regelmatig patroon, maar kleinere celletjes worden zo aan elkaar geplakt een beetje. Zo kunnen er zelfs grote, lange ritmische cycli ontstaan. Dus een voorbeeld zou kunnen zijn 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bijvoorbeeld. Dus je ziet dat die maten zijn eigenlijk onregelmatig. Dat is ook alweer een rijkdom die in onze muziek vaak niet voorkomt, toch in een bepaalde tijdsperiode. Op het vlak van textuur, dat is misschien ook een beetje moeilijk uit te leggen, maar dus bij ons, wij denken eigenlijk altijd verticaal. Het gaat altijd over de akkoorden. Hè. Dus op opeenvolging van de akkoorden, elke melodie wordt begeleid door een opeenvolging van akkoorden. Terwijl in de Turkse muziek bijvoorbeeld, of in het Oosten, is de melodie eigenlijk de basis of de kern. Er zijn ook complexe regels voor die melodieën op te bouwen. Dus zoals in het makam-systeem noemt dat dan, of het desgah-systeem. Dus er is niet echt die meerstemmigheid die wij kennen, die polyfonie zoals wij zeggen. Maar dus de muziek is monofoon en wordt, of soms ook heterofoon. Dus als er verschillende mensen samen zingen of samen spelen, gaan er heel kleine variaties optreden. Dus je hebt eigenlijk één muzikale lijn, maar die wordt eigenlijk in twee kleine variantjes tegelijk gezongen. Je hebt wel kunnen horen in het spel van de Iskender dat er zeker wel akkoorden voorkomen, maar dat is gewoon op een andere manier als bij ons. Dus je hebt wel een bourdon, je hebt ook parallele akkoorden soms, maar dat is niet binnen onze, ja, zoals ze zeggen, functionele tonaliteit. Dat is ons systeem. En dan de musiceerpraktijk. Het is ook synchronistisch gesteld, maar bij ons gaat het vaak om een interpretatie van de bestaande partituur. Dus de componist schrijft een stuk en de muzikant voert dat dan uit en interpreteert dat en geeft er een bepaalde interpretatie wel aan. Maar je moet eigenlijk gewoon de noten uitvoeren die genoteerd staan. In het Midden-Oosten is de improvisatie veel belangrijker dan bij ons. Of tenminste, bij ons in een bepaalde tijdsperiode. Want natuurlijk is dat soms ook belangrijk geweest. Maar daar gaan ze daar eigenlijk heel prat op van, ja, wij creëren muziek als muzikant en we zijn dus creator, zelfs al zijn we muzikant. Dus bij ons is dat meer verdeeld in de componist en dan de uitvoerder. Als tweede luikje kunnen we dan eens gaan bekijken welke verschillende vormen van volksmuziek er zoal zijn in Turkije. Natuurlijk moeilijk om zo op korte tijd samen te vatten. Maar we kunnen dat ook proberen. Dus we zien hier een kaartje met de geografische regio's van Turkije. Dus we gaan straks zien welke soorten muziek dat in die respectieve regio's voorkomen. Het volgende wil ik ook gewoon eventjes laten zien om aan te tonen dat dus Turkije dat geen homogene culturele massa is, om het zo te zeggen. Maar je hebt dus ook wel degelijk een heleboel etnische minderheden. Dus mensen van andere culturen afkomstig die ook in het Turkse grondgebied wonen. En daar zijn heel veel sporen van in de muziek. Dat is een evidentie, denk ik. Maar dat wordt soms een beetje over het hoofd gezien. Dus de eerste regio, de Marmara-regio. De bekendste stad daarvan is Istanbul. En dus is daar rond te situeren. Dus daar is het normaal, denk ik, dat er veel invloed is uit Griekenland, uit de Balkan. Wat ook heel typisch is voor daar, is het belang van Roma-muziek. Dus er wordt ook soms zigeunermuziek genoemd. Dus die mensen
zijn eigenlijk, hebben eigenlijk de functie van professionele muzikanten in de maatschappij. Verder zijn, ja, u kan de genres daar ook lezen. Ik heb ze proberen op te sommen. De instrumenten die gespeeld worden ook. Dus bijvoorbeeld de klarinet die daartussen staat, is natuurlijk geen traditioneel Turks instrument, maar is wel heel belangrijk bij de Roma-muzikanten. Dus vandaar dat ik het er ook opgezet heb. Hetzelfde voor de darbuka eigenlijk. Het is afkomstig van de Arabische muziek, tenminste die vorm van het instrument. Dus dat is ook een keer overgenomen door die Roma-muzikanten. Dus jullie kunnen ook een voorbeeldje zien van een mooi geklede dansgroep. Dan de tweede streek, de Egeïsche Zeeregio. Dat is eigenlijk helemaal de westkust van Turkije. Daar heel belangrijk is de Zeybek. Daar kan ik een klein beetje meer uitleg over geven. Dus dat is een heel belangrijke symbolische dans eigenlijk en ook muziekgenre. De Zeybeks, dat waren eigenlijk dus mensen, zo guerrilla-strijders, een soort bendes, die streden tegen de, wat zij dus onrechtvaardige overheersing vonden. Dus die Zeybek is eigenlijk de naam van dat personage. Efei is ook de naam van hun leiders. Dus dat is heel, het zijn heel bekende, belangrijke thematieken in de muziek van die regio. Nu zal ik een voorbeeldje laten zien. Dus u ziet het, dus wel een virtuose dans, helemaal niet gemakkelijk. Maar natuurlijk is het ironisch dat die meestal het beste ziet bij de oudere mensen, de oudere generatie. Zij hebben nog echt dat gevoel en zij kunnen dan nog heel mooi dansen vaak. De jongere generatie probeert dat dan ook wel, maar dat breekt wel een beetje de ziel soms in. De instrumenten die jullie gehoord hebben trouwens, zijn de dawul en de zurna. Dawul is die grote trom. Zurna is die nogal scherp klinkende schalmei, zo zouden wij zeggen. Maar dat zijn twee instrumenten, dus een duo dat eigenlijk in heel Turkije gespeeld wordt. Dat is super belangrijk voor dansmuziek en zo. Dus, dat gaan we nog wel zien. Ja, de volgende regio, heel kort misschien, over de Middellandse Zeeregio. Dus een aantal genres heb ik ook opgestond, instrumenten. Ik had een sipsie meegebracht om te tonen, maar ik ben het vergeten. Maar ik kan een afbeelding zien aan het sips. Dus ja, het is een heel mooi instrumentje, ook heel klein, heel licht gemaakt van een rieten houtje eigenlijk. Wat ook wel heel belangrijk is voor deze regio zijn de abdals. Maar ik ga er straks misschien nog een beetje meer over zeggen.
zeggen, omdat dat ook aan bod komt in een volgende regio. Dan hebben we de Zwarte, Zwarte Zee-regio, dus noord, de noordkust eigenlijk van Turkije. Daar zijn er weer andere dansen en genres heel prominent aanwezig. En ook instrumenten. Dus de tulum, zoals de Turken de doedelzak noemen, is heel belangrijk. En ten tweede de kemençe, dus een soort, ja, je kunt het vergelijken met onze viool, maar dan verticaal bespeeld. Er wordt ook heel virtuoos bespeeld. Dat gaan we zo meteen zien op de video. En ook de accordeon is eigenlijk doorgecijpeld nu vanuit de Caucasus. En, ja, dus dat is, heeft ook eigenlijk zijn plaats wel ingenomen nu in de volksmuziek van de streek. Dus ik zal nu een voorbeeldje tonen van een horo. Dus de typische dans van die streek, die gebaseerd zou zijn op de sardientjes in een blik. Dus de bewegingen van sardientjes, sorry, voordat ze in een blik liggen waarschijnlijk. Dus ja, het heeft ook nog andere connotaties. Namelijk dat het heel veel regent in de regio en dat er dus heel snel gedanst moet worden om snel te kunnen wegvluchten voor als het regent. Dus sorry, er zijn heel veel verhalen die de ronde doen over de horon en de betekenis daarvan. Een voorbeeldje van zien.
muzikanten uit het geboortedorp van Neshet Ertaş. Neshet Ertaş, die naam kunt u in het programma op het plaatje ook terugvinden. Het is een heel belangrijke muzikant geweest die onlangs spijtig genoeg overleden is. Dus die heel groot betekenis had voor de Turkse volksmuziek. En daarom ja, ik draag deze avond ook wel een beetje op aan hem eigenlijk. Dus ik wil het toch zeker nog eens extra benoemen ook. Dus deze muzikanten zijn eigenlijk van zijn familie, afkomstig van hetzelfde dorp. Dat is wel heel best wel groot te zien. En dan de volgende voorlaatste regio, Oost-Anatolië, waar we eigenlijk al muziek van hebben kunnen beluisteren, uitgevoerd door Iskender. Wat hier heel belangrijk is de Alevitische muziek. Dus dat komt hier meer voor, of eigenlijk ja, alleen in Oost-Turkije voor. Natuurlijk in steden als Istanbul en zo komt dat ook voor, uiteraard. Maar de Alevieten zijn dus eigenlijk Sjiïtische moslims. Dus dat is eigenlijk ja, de meerderheid van Turkije is Soeniet. En de Alevieten zijn een Sjiïtische minderheid. Maar zij gebruiken dus wel muziek in hun religieuze ceremoniën. En dat is op zich ja, wel heel merkwaardig, want bij de Soenieten komt dat natuurlijk niet voor. Ja, wat ook een heel belangrijk fenomeen is daar in Oost-Turkije, zijn de Aşıks. Dat zijn ook allemaal fenomenen die natuurlijk verbonden zijn met de omliggende of aangrenzende cultuur. Hè. Dus ja, de Iraanse cultuur bijvoorbeeld. Ja, dus de invloed is daar al sterk van doorgedrongen. De Aşıks zijn eigenlijk, zoals de Abdals, ook een bepaalde categorie van muzikanten. Nu bestaat dat niet echt meer, of toch niet meer in de oorspronkelijke functie. Dus vroeger waren dat zo rondtrekkende muzikanten die van dorp tot dorp gingen en dan altijd een belangrijke boodschap eigenlijk overbrachten naar de mensen die zelf dus, ja, hun gedichten eigenlijk schreven of improviseren op het moment zelf en dan zichzelf begeleiden op de stans, op de baan tijdens het zingen. Dus ja, er zijn nog wel sporen van te vinden. Dus nu wordt dat nog altijd beoefend, zo het Aşıkschap. En er zijn nog altijd wedstrijden tussen Aşıks enzovoort. Maar dat is ja, iets dat eigenlijk een beetje een andere functie gekregen heeft. Het is niet meer zoals het vroeger was. Dus ik kan er wel eens een voorbeeldje van laten horen. Namelijk een duel tussen twee Aşıks. Een klein stukje. Dat was eigenlijk een meester en zijn leerling.
elkaar de hele tijd zo, ja, de hele tijd grapjes te maken met elkaar. Dus dat is wel een hele kunst natuurlijk. Hè. Dus, maar je hebt gehoord, hun twee instrumenten waren niet echt op elkaar afgestemd. Maar ja, dat was nu eigenlijk de hoofdzaak. Het gaat eigenlijk over de inhoud natuurlijk op dat moment. Maar ze spelen dus wel in de stijl van die streek, maar ze doen daar hun eigen ding mee. En dan hebben we normaal gezien nog één regio. De laptop wil niet meer mee. Ja, Zuidoost-Anatolië. Daar is bijvoorbeeld de Koerdische muziek dan weer belangrijk, omdat daar de meeste Koerden wonen in Turkije, buiten weer Istanbul. En ook invloed uit de Arabische muziek. Maar omdat ik daar zelf nog niet geweest ben, ga ik daar geen voorbeeldje van laten horen. Ik stel voor dat we naar het volgende onderwerp gaan. Dus wat zijn nu eigenlijk de thema's in die volksmuziek uit Turkije? Dus waarover gaat die muziek? Ja, ik heb eigenlijk een aantal bronnen daarover geraadpleegd, want je moet natuurlijk heel het repertoire eigenlijk al kennen om daar zelf zo'n overzicht van te kunnen maken. Dus ik heb dat nu op basis van een aantal bronnen gedaan. Dus uiteraard, zoals in elke cultuur waarschijnlijk, zijn er liefdesliedjes. Ja, typisch zijn ook de liederen bij overlijden, de Ahetlar, dus de klaagliederen, de treurzangen zo, die ook heel vaak echt nog geïmproviseerd worden, zelfs nu wordt dat nog gedaan. En dan liederen voor de huwelijksceremonie zijn ook typisch Turks. Bijvoorbeeld, zeg maar eens bij het aanbrengen van de henna en zo, die dingen, daar worden ook nog altijd traditionele liedjes bij gezongen. Liederen bij religieuze ceremonies, zoals ik daar straks zei al, in die Alevitische ceremonies wordt er ook muziek gebruikt. Dan hebben we werkliederen, die gezongen worden tijdens het werk, om het werk een beetje makkelijker te maken. Liederen in verband met de natuur, de seizoenen, het herdersleven, komt ook wel overal voor, denk ik. Maar de natuur van Turkije is nog altijd prachtig, dus ik kan heel goed begrijpen dat ze dat ook nog altijd zingen, dat dat nog altijd belangrijk is. En dan typisch ook zijn de gourbet turkulari. Dat gaat dus over het leven in de vreemde. Er is niet echt een goede vertaling voor, vind ik. Dus het leven op een andere plaats dan uw thuis. En natuurlijk, na de migratie van sinds de jaren 60, is dat bij ons heel belangrijk geworden. Maar Turken zijn altijd migrerende volkeren geweest. En er waren dus vaak situaties waarin dat er een kwestie van heimwee was. Liederen in verband met gevangenschap komen ook voor. En dan ook liederen in verband met de legerdienst en de oorlogen, want er zijn heel wat... Ja, Turkije heeft heel wat oorlogen meegemaakt. Dan ook heldenliederen, liederen over legendes, liederen over historische gebeurtenissen. Die hebben ook allemaal een eigen stijl, een bepaalde manier van uitvoering. En dan plaagliedjes, satirische en humoristische liedjes. Dansliederen. Dansmuziek is niet altijd enkel instrumentaal, maar kan soms ook bij gezongen worden. En een heel speciale categorie zijn de biegeliedjes, de ninilair. Omdat dat ook samen met die klaagliederen een van de enige categorieën is die bijna altijd door vrouwen gezongen worden. En dus een moeder die alleen is met haar kind, kan eigenlijk volledig eerlijk en zonder enige sociale druk of zo zingen wat haar hart bezighoudt. Dus die inhoud zijn soms wel heel interessant en verhelderend ook. En dan zijn er natuurlijk ook kinderliedjes, zoals ook wel in andere cultuur. Dus dat was heel kort samengevat wat de belangrijkste thema's zijn. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. En dan het laatste onderdeeltje van mijn presentatie gaat over de functies die de volksmuziek van Turkije eigenlijk nu in diaspora, dus dat betekent eigenlijk in een andere plaats dan het moederland. Dus jullie weten allemaal dat er hier heel veel mensen uit Turkije wonen. En een van de centrale vragen van mijn doctoraatsonderzoek is eigenlijk wel wat dat nu
de rol is van die volksmuziek uit Turkije. Dus krijgen hier al een soort exclusieve voorpublicatie van enkele bevindingen die ik zo al gedaan heb. Ik heb veldwerk gedaan. Dat is natuurlijk een groot woord misschien om naar heel veel optredens te gaan luisteren. Of dus zoals ik dat noem in wetenschappelijke taal, settings, onderzoeksobjecten, muzikale manifestaties. Dus gebeurtenissen waarbij er Turkse volksmuziek wordt uitgevoerd. Dus ik heb dat dan altijd proberen beschrijven helemaal, ook opgenomen, gefilmd. En natuurlijk ben ik ook met de mensen gaan praten. Dus met de muzikanten uiteraard, ook met het publiek, met de mensen die er zijn. En als die er zijn, ook met de opdrachtgevers of de organisatoren. Dus de bedoeling is om eigenlijk te achterhalen welke functie dat die muziek heeft. Ook, dus welke betekenis dat moment eigenlijk voor die mensen heeft. En wat Turkse volksmuziek eigenlijk nog betekent voor hen in het algemeen. Ik ga dat niet helemaal overlopen, maar het is gewoon een kleine weergave van de 18 settings die ik tot nu toe heb bijgewoond. Dus je ziet, ik heb ze eigenlijk proberen al een beetje in categorieën in te delen. Volgens type, volgens publiek samenstelling, publiekstype, financieringskanalen en samenstelling van het programma. Er zijn nog andere parameters ook mogelijk, maar dat vond ik alleszins al relevante parameters. Dus ik heb dan eigenlijk van al die gebeurtenissen die ik bijgewoond heb, telkens een eerste soort analyse toegepast. Dus om die algemene kenmerken daarvan na te gaan. En daarna komt dan eigenlijk de analyse van de gesprekken die ik had met de mensen. Dus dat wordt wel emische analyse genoemd. Dat betekent eigenlijk gewoon dat er vertrokken wordt vanuit het standpunt van de personen in kwestie. Dus als je, ik zeg maar iets, de Turkse muzikanten of de Turkse gemeenschap studeert, gaat je van hun standpunt vertrekken. En het omgekeerde perspectief is dan vanuit de onderzoeker, het ethische perspectief, dat je gewoon los eigenlijk van wat de mensen zelf zeggen, dat gaat interpreteren. Een aantal bevindingen, heel simplistisch voorgesteld natuurlijk. De algemene status van de volksmuziek uit Turkije hier in Gent. Er zijn zo twee tegenstrijdige meningen over. Sommige mensen vinden dat die helemaal gedateerd is, niet meer relevant eigenlijk. En andere mensen vinden het uiteraard van wel. Door heel veel mensen wordt ook de heimwee wel als belangrijke factor gezien. Dus ze denken dat de heimwee naar hun land, dat ze daar de mensen die hier zijn juist vaker gaan teruggrijpen naar de tradities, naar de muziek. Algemene betekenis van de volksmuziek die naar voren kwamen is heel vaak dat het als alomvattend gezien wordt. Dus ze zeggen, volksmuziek dat is echt, dat is het leven. Of dat is een manier van leven. En ook dat het een hele diepe, gelaagde betekenis heeft, dus verschillende betekenisniveaus. En dan, het is interessant, maar sommige mensen benadrukken juist positieve karakter. Dus ze zeggen, volksmuziek dat is plezier, dat is vreugde. Andere mensen zeggen, nee, de Turkse volksmuziek is een van de meest triestige muzieksoorten die er bestaan. Die zijn bijna allemaal droevig. Dus daar zit ook een verschil tussen hoe dat mensen dat eigenlijk aanvoelen. En dan ook natuurlijk de kwestie van, is muziek universeel? Kan iedereen dat begrijpen? En voor het niet-Turken, om zo te zeggen, kunnen zij die muziek aanvoelen? Kunnen zij die muziek begrijpen? Dan nee. En dan, ik zal er snel over gaan, dus er zijn een aantal sferen zo, die ik heb kunnen onderscheiden van betekenisgeving. Dus je hebt de cluster van persoonlijke en sociale betekenisgeving. Het sociale kan zich dan, zoals je in dat schemaatje kunt zien, situeren op verschillende niveaus. En een tweede cluster is dan het culturele en het interculturele. Dus
functies die eigenlijk te maken hebben met het zoeken naar je identiteit, dus op het bevestigen van je identiteit. En daarbij kun je ook affiliëren met verschillende groepen eigenlijk. Dus dat heb ik ook schematisch weergegeven. En dan een combinatie eigenlijk van die functies. Dan hebben we het filosofische, ethische, mystieke en het religieuze vlak. En dan nog een heel specifiek type van evenementen die eigenlijk dus connotaties van al die velden verenigen. En dat zijn eigenlijk de momenten waarbij dat belangrijke fases in het leven gevierd worden. Dus je kunt dat ook overgangsrituelen doen. Dus dat zijn echt heel kernachtige, centrale gebeurtenissen eigenlijk in het leven. Dus als slot eigenlijk kunnen we een beetje iets gedetailleerder ingaan op wat dat bijvoorbeeld al die functies kunnen inhouden. Hè. De persoonsgerichte functie is het mogelijk maken van esthetische ervaringen. Ten tweede een psychologisch-therapeutisch effect. En ten derde een zinvolle besteding van de vrije tijd. De tweede functie, dus een culturele identiteitsconstructie en bevestiging. Dus daar heb je de affiliatie met regionale subculturen, met niet-regionaal verbonden subculturen, bijvoorbeeld met de Alevitische godsdienst. Of affiliatie met de Turkse cultuur. Dus mensen die zeggen, als ik die muziek hoor, dan voel ik mij Turk. Allee, om het heel simpel uit te drukken natuurlijk. Vragen ze ook of dat bestaat, de Turkse cultuur. En dan het derde is het persoonlijk, sociaal, culturele. En dat gaat dan ook over het uitdrukken van de identiteit. Uitdrukken van emoties, gedachten, levensgebeurtenissen. En dus het mogelijk maken van de dans. Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk door de mensen zelf aangebracht zijn. De sociale functie is dan het formeel of informeel bijeenbrengen en verbinden van leden van een bepaalde groep. Of het versterken of onderhouden van informele sociale contacten. Vijfde functie is de professionele functie. Dat geldt dan voor de muzikanten. Voor hun heeft het wel natuurlijk logischerwijs een economisch aspect. Maar is het ook heel belangrijk om muziek te spelen als promotie en publiciteit. En als zelfrealisatie en professionele ontwikkeling. Dan het interculturele. Heeft eigenlijk te maken met die identiteit, het zoeken naar identiteit, maar dan in dialoog met de bredere maatschappij, zou je dat kunnen zeggen. En dan hebben we terug filosofisch, ethisch, religieus en mystiek. En ceremonieel, dus zoals ik daar juist al zei, de begeleiding en bekrachtiging van religieuze of sociale rituelen, overgangsrituelen. En een tiende functie, dus ze zijn eigenlijk opgenoemd van in volgorde van belangrijkheid of van voorkomen, zoals ik het tot nu toe heb tegengekomen. Dus de politieke functie is hier iets minder aanwezig. Het is natuurlijk wel. En dan gaat het eigenlijk vooral over protestmuziek, dus eigenlijk muziek die alternatief is, die tegen de heersende de regering ingaat, bijvoorbeeld het heersende gedachtegoed. Voilà, dus ik weet niet of ik mijn tijd al veel overschreden heb, ik hoop het niet. Dat was dus een heel korte voorstelling van de Turkse volksmuziek in Turkije en hier. Dus als er nog vragen zijn, mocht ze van mij geruststellen. Natuurlijk hebben we ook, is het nu ook tijd om onze muzikanten nog eens aan het werk te zien in het concert. Of anders kunt u mij altijd naar de... Dank je, Zot. Wij zijn inderdaad, dus het is nu inderdaad tijd voor het concert van deze avond. Ik wil jullie de drie zangers aankondigen die hier een enkel parels uit de Turkse volksmuziek zullen vertolken. Namelijk Taner Bichar, percussionist en zanger. Fakir Edear,
speelt de Walama. Genaï Kurwa, Walama speler en zanger. Ik wens jullie heel veel les. Zeybekler, kimileri Selçuklu dedi, kimileri Osmanlı dedi, kimileri eski bir geleneğin kalıntılarıyız dedi. Onlara sorarsanız, bu dağların sahibi kim? Emmim. Yiğit kime denir? Sözünde durana. İnsan bu dünyaya niye gelir? Ölmeye. Şeytana inanır mısınız? Yardımcımızdır derlerdi törelerinde. Aman aman, aman ey, efendim.
boğazını sıkarım kalbi gıdıklarım demiş. Akabinde.
güvenip nazlı bana. Thank you.